grootste talentenjacht die er op dit moment loopt. Omdat het een soort variété-show geworden is. En die oude winnaar, die Leon, is natuurlijk fantastisch. Een goede zanger. Alleen ja, er waren toch mensen die dachten, is dat nou Vegas waardig? Nou, Gordon vindt eigenlijk van niet. Ik zeg altijd, voor mij mag winnen de beste. Omdat alleen de beste mag winnen. Vlak voor de start van de finale loopt de spanning in Studio 24 op tot het kookpunt. Ik ga knetterhard van binnen. Nee, ik ben heel zenuwachtig. Je merkt aan bijvoorbeeld Leon, hij is toch 81, dat ineens een raar soort zenuwen toeslaat die hij tot dusver nog helemaal niet had. Ik denk heel eerlijk dat Leon gaat winnen. Ja. She may be the face I can forget. Aan het einde van de zinderende finale blijkt dat Gordon over een voorspellende gave beschikt. De winnaar van Holland's Got Talent is geworden... Leon! Ben je orgullosa de mí? Super orgullosa. He made so good. And he has a voice. Really fantastic. Voor die man geweldig. Hij is zo lief. Prachtig. Maar in mijn hart vind ik het natuurlijk heel jammer dat de lip tease het niet geworden is, omdat dat echt een act is die in Las Vegas had gekund. Ja, Leon is wel iemand die ieders hart heeft gestolen, al vanaf zijn eerste auditie. Dus wat dat betreft begrijp ik het heel goed. Misschien moeten we wel gewoon af van dat verdomde systeem, dat we mensen thuis kunnen beslissen, want wij zitten er toch verdomme niet voor niks. Wij hebben er toch verstand van, we doen het al jaren. Daarvoor zitten we er ook. Ik denk dat het gewoon tijd is voor een... hernieuwde Holland's Got Talent. Ja, het lijkt me zo frustrerend. Leon was hartstikke leuk en goed. Maar ja, vorig jaar een meisje van 9, nu een man daarvoor van 81. Daarvoor hadden we ook weer een oudere meneer. Iedereen die inderdaad met een volgend jaar voorspelling iemand die met een hond opkomt, dat zal het dan wel gaan worden. Ja, maar volgend misschien, jaar. Is dat ook wel de, misschien is dat wel juist de kracht van dit programma. Dat juist die mensen dus ook de mogelijkheid krijgen om nou ja, dat is of heel jong of heel maar oud. Maar ik denk dat als je jury daar anders in zit en denkt van luister, ja weet je, we willen echt talenten waar we over een paar jaar denken, die is er nog steeds. Dan hoop je toch dat die kans gebeurt. Dat het lip tease was een fantastische act natuurlijk. Maar ja, dan, je hebt in Amerika een spreekwoord. Dat is never gone stage with a kid or an animal. Dat moet je gewoon niet doen. Je verliest het altijd. Als jij competitie moet hebben met een leuke oude baas of met een meisje, dan ben je gewoon weg. Dan is het gebeurd. En hoe nu dan? Want uiteindelijk mag hij optreden in Las Vegas. Ja, 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 nou, is het Frank Sinatra is het nog niet. Dus hij is jong. Hè? Dat kan waar komt hij dan terecht? Hoe gaat dat? Wat voor plek Ze hebben helemaal geregeld dat een speciaal theater waar ze wisselende samenstellingen hebben. Daar wordt natuurlijk, kijk, het voordeel is, als je zegt, nou, het is de winnaar van Nederland in de bocht, dan denkt Amerika, het zal wel wezen. Ja. Maar als je daar tijdens de show bekend maakt, is de winnaar van de Dutch version of American Talent. Ja, dan komen ze wel. Dus dat is hartstikke leuk. We gaan het ook volgen. We gaan zien hoe die man daar naartoe gaat. Ben jij eens mooie... wat Gordon zegt? Ben jij het eens met wat Gordon zegt over dat stemmen? Dat het misschien met dit soort... Ja, ik vind bij dit programma... Kijk, eigenlijk zou ik het veel pijnlijker vinden bij The Voice als het gebeurde, snap je? Omdat het daar echt om de stem gaat en omdat je hoopt dat er een talent uit voorkomt. Maar ik vind... Holland's Got Talent vind ik altijd een soort variété-show. Iemand die leuk met een hoepel iets kan of iemand die met een vlammetje wat kan of die kan zingen. Dat ja, maar is misschien got moet je talent. Een mix maken. 50% jury, 50% ja, maar als je mensen ziet thuis. Dat deze man 44% van de stemmen had, dan kun je kunt verdeling gaan bedenken wat je wil. Daar kom je nooit uit. Nee, maar goed, het maakt gewonnen. Echt hartstikke leuk zaterdagavond, het amusement. Het blijft ook altijd van die formules dat je denkt, hoe bestaat het? Hè? Waarom heeft niemand bedacht ooit van, weet je wat, we gaan gewoon iedereen zijn kunstje laten doen en dan halen we de beste uit. Omdat je een soort allure aangeeft. Ja, en ik denk ook, dat zie je ook met The Voice, dat iedereen denkt, nou, nu zullen we alle talenten wel gehad hebben. En elk jaar is er toch een hele grote groep die denkt, ja, nu ga ik het toch ook een keer doen, ik ga me aanmelden. En wat er echt nieuw aan is, is natuurlijk toch de persoonlijke verhaal die erbij komt. Deze man is gaan zingen voor zijn vrouw die een herseninfarct had gekregen. Daar leefde ze weer van op. Ze is inmiddels niet meer. Maar als je zo'n verhaal vertelt, dan heb je sowieso 20% van de stemmen binnen. Ja. Maar het is me gegund en we gaan hem volgen tot in Vegas aan toe. Mooi.